Goed mensen, ik ben Sam. Leuk dat je kijkt naar dag 62 van deze Perm Survival. Ik heb er zin in, ik hoop dat jullie ook zin in hebben. Vandaag gaan we gewoon heel chill, even rustig de molen afmaken. Maar ik heb ook nog iets leuks te vertellen, want de minigame wereld is open. Inderdaad, als ik zo slash hub doe, dan kan je zo kiezen. Dan kan je naar Spawn, kan je naar Hall of Fame en kan je naar de minigame wereld. Maar ik zit dus te denken, wanneer zullen we naar de minigame wereld? Het is nu een beetje rustig nog, het is nog steeds in de ochtend. Maar ik kan wel, wanneer het een beetje druk is, kan ik ook gewoon een hele dag. Dus een hele PM survival dag eigenlijk. Kunnen we even in de minigame chillen? Kunnen we de paintball doen? Is nu alleen maar geunlocked nog. Die andere die unlocken we later. Omdat het gewoon even chiller is. Want niet alles was 100% af. De meeste dingen waren af hoor. Dat niet. Maar dat moet nog even getest worden. Dus we gaan het binnenkort gaan we het even... Dude, ik had hier echt een stack wood en nu is het ineens weg. Dude, ik weet niet of jullie dat zagen. Maar ik had hier gewoon een stack wood. En ineens was die weg. Holy shit. Ik had gewoon een hele stack wood en nu is die weg. Dat vind ik niet nice. Dat vind ik niet nice. Game mode 0. Zo, ik weet niet hoe dat kwam. Ik had hier gewoon een hele stack wood. Ik plaats hem neer en de hele stack wood is weg. Gun. Begun. Ja, dat vind ik niet kunnen, dus daarom deed ik dat even op. Oké. Maar in ieder geval, de minigame wereld is hartstikke vet. Het ziet er echt super gaaf uit. Ik ga er denk ik op dag 64 misschien naartoe. Ik moet even kijken, want ik zit nu natuurlijk in Londen. Dus misschien kunnen we het daarna wel doen. Maar nu moet ik... Nee, ik zit nu niet in Londen. Ik zit nu gewoon thuis hoor. Don't worry. Maar ik moet zo meteen... Nou ja, eigenlijk nu moet ik 5 survival dagen opnemen. Waarom? Omdat ik nog steeds... of ik ga gewoon gepland uploaden. Dus dat betekent dat ik... dat wel gewoon alle survival dagen online komen terwijl ik in Londen zit. Alleen, ja, het is heel erg veel om 5 dagen lang vol te praten. En... Of 5 episodes lang vol te praten. En nog... Oh, hier is ineens een stack wood. What the fuck? Maar en dan nog ook... leuk gaan survivalen. Ik vind dat lastig. Dus ik moet even kijken wanneer ik dan naar de survival wereld ga. Ik wil wel naar de survival wereld als het een beetje druk wordt. Maar dat zien we dan allemaal wel. Ik vind dit in ieder geval wel vet uitzien. Zo. Als ik hier nou het glas tussen ga doen. Gaat dat vet staan, denk je? Elke keer zo. Toek, toek, toek. En dan weer glas. Dan weer glas en dan weer glas. Zal ik dat maar gewoon gaan doen? Dan moet ik dit nog sowieso hoger maken. En de hele tijd dan smaller. Ik denk dat ik nu dit 1 verdieping kan worden. Dan ga ik dit... dan moet ik eigenlijk birchwood hebben. Moet ik dit even licht gaan maken. Want het staat wel vet. En dan ga ik zo de hele tijd verder als een soort toren omhoog. En dan gaan we de wieken maken. Met wat wol. Waarschijnlijk witte wol of grijze wol. Moet ik even kijken wat ik precies ga doen. Oh god, dan moet ik eigenlijk al die saplings hier hebben. Oh kijk, ik heb al 2 saplings. Holy shit, dat ging snel. Ik heb in ieder geval genoeg bone meal. Hoppakee. Maar er komen sowieso heel veel vlogs op Perm Daily. Daarvoor van als we in Londen zijn. Die ga ik uploaden waarschijnlijk nadat we terug zijn. Dus ik ga lekker gewoon even een vakantietje nemen, jongens. Dat moeten jullie wel begrijpen. Dat wij dat ook wel een keer willen. Gewoon even chill, even helemaal niks in ons hoofd. Gewoon... Lekker winkelen, lekker in de zon zitten. Nou, elke keer moet je dan niet naar Londen gaan daarvoor, maar dat maakt niet uit. Gewoon in ieder geval lekker chillen. En dat is wat we eigenlijk gaan doen. Gewoon even een lekkere break nemen. En ik ga alleen met Wart. Heel veel mensen zeiden van, waarom neem je Kim niet mee? I don't know. I don't know. Het is gewoon samen met Wart even. Gewoon goede vrienden even op een lekkere vakantie. Dat mag toch wel, jongens. Heerlijk. Yo. Yo, bro's. Maar ik zit de hele dag vandaag op te nemen. Dat is echt ziek. Ik heb net 7 andere episodes opgenomen. 7 gewoon non-Pam survival. Wat ook al zelfs superveel is. Omdat ik heb Tekkit gedaan. Ik heb Build Battle gedaan. Ik heb Making Of gedaan. Ik heb weet ik veel wat hoeveel gedaan. Ik heb echt best wel heel erg veel gedaan. En ik vind het lastig. Ik vind het lastig om heel veel keer achter elkaar op te nemen. En nog ook zo enthousiast blijven. Terwijl je gewoon... iets te vertellen heb. Dat vind ik heel erg moeilijk. Kunnen jullie wel zeggen van, dude, watje, dat is echt zo te doen. Blablabla. Nou, probeer maar eerst dat te doen. Als je gewoon een uur lang helemaal vol moet praten. En dan moet er ook nog leuk blijven. Want het moet natuurlijk gewoon bekeken worden, mijn video's. Want daar gaat het natuurlijk eigenlijk om. Je moet het leuk vinden. En als het niet leuk is, nou, dan klik je maar weg. En dan denk je zo, ik skip deze al.
En dan gaan we gewoon naar de volgende keer gaan we wel kijken. Maar dat wil ik niet. Ik wil gewoon dat jullie lekker kijken. Dus ik wil ook gewoon leuk content hebben. En dat is belangrijk. Daarom vind ik actualiteit het belangrijkste wat er is. Even kijken. Dit gaat zo gek eruit zien, hè. Dit gaat echt geweldig eruit zien, denk ik. Als ik gewoon het zo doe. En dan hier weer een laagje. En dan wordt dit uiteindelijk iets smaller. Wordt dit, denk ik, 2 blokjes smaller misschien. I don't know hoe ik dit ga doen. Oké. Ik moet het hier zo omheen. Want daar komen ook ladders. Er komen echt heel veel ladders hier zo. Kijk, hoppakee. En dan aan deze kant kwam het ook alleen maar hier op die planks. Zo. Oh man, dit gaat er echt awesome uitzien. Dit gaat er echt awesome uitzien. Dit kan ik beter denk ik ook gewoon. I don't know hoe ik dit eigenlijk wil doen. Als ik dit gewoon zo doe en dan... Tuk, 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 tuk. Toek. 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 Dan ga ik hier gewoon weer een raampje in doen. Dan kan je toch wel lekker naar buiten kijken. Het zal wel nice zijn. Nice. Oh, ik heb hier nog een hele stack, joh. Ik heb er genoeg, jongens. Zo. En ik vind het wel hartstikke tof om deze survival. Ik had het niet verwacht dat ik al... Nou ja, bijna de 70 afleveringen vol gehouden. Dat is echt ziek veel. Gewoon 70 dagen, elke dag 1 filmpje van 1 serie. Constant op onze server. En dat is gewoon hartstikke tof. Binnenkort ga ik trouwens ook updates video's doen. Misschien. Van de server. Van wat nieuw is op de server. En dan ga ik niet in een weekly tour doen. Nou, dan ga ik gewoon zeggen van... Ja, en nu zijn er minigames. Gewoon een videootje van een paar minuutjes. En dan zijn jullie ook helemaal weer up-to-date met wat er... Wat die gaat gebeuren en zo. Dus dat is wel, lijkt mij wel handig. Dan moet ik even kijken hoe ik dit nu wil gaan doen. Want het moet natuurlijk nu iets smaller zijn. Ik kan misschien nu best wel in het midden zo. Nee, dat is niet... Ja, als ik nou gewoon zo doe. Hier in het midden nu. Iets omhoog gaan maken. Dat zal wel misschien wel handig zijn, hè. Dan kan je hier met de ladder nu zo omhoog. En dan kan ik dit smaller gaan maken nu. Dat lijkt mij wel handig. Dat ga ik gewoon doen, jongens. YOLO, swag. Kijk, dan kan je hier gewoon uit. Maar dan ga ik dit gewoon nog even 4 hoog maken of zo. En kijk wat we gaan doen. Dan gaan we gewoon heel makkelijk. Gaan we 1, 2. Gaan we dit gewoon zo verkleinen. Ik denk dat het zo kan. Zo. Zo moet het dan. Hoppakee. Kijk, dan gaan we dit gewoon... Even wat verkleinen. Oh god, maar het wordt wel een nachtmerrie om dit te doen. Want het moet dan de hele tijd zo. En dan uiteindelijk wordt het gewoon een punt. Een puntdak, om zo te zeggen. En dan ziet het als het goed is heel erg fancy uit. Dus jongens, ik zou zeggen bedankt voor het kijken van deze PM Survival. Hoop dat jullie het leuk vonden. Ik ga weer snel door naar de volgende PM Survival. Want ik moet nog lekker veel achter elkaar opnemen. Bedankt voor het kijken. Geef een groen duimpje. Voeg toe aan favorieten. En dan komt Bjorn de Bruin aan. Geef een like voor hem. Jongens, ik zeg peace.